vroeg vanaf het AC. Onderweg was een lekker sfeertje. En gelukkig stopte ook af en toe, want dat was wel nodig. Hier in de bus, het sfeer begint er al een beetje in te komen. Dat duurde natuurlijk even. Monica weer druk bezig met de haarsels gewoon. Onderweg vertelde meneer Leidekker allemaal interessante dingen. Net als Pieter, want die was toch zo gezellig de hele reis. Ja, nog eenmaal troelelaaf op Pieter. Hier bevinden we ons al in een drukke Parijs en er werd ons al gewaarschuwd voor het verkeer. Dat hebben we dan ook wel ondervonden. Zowat elke auto in Parijs die had wel één of meerdere deuken. Als je over wil steken, dan moet je maken meenemen. Dan ging het wel goed in Blonde. Dit is ons superhotel. Daar ergens kwamen we dus te slapen. Vlakbij was het metrostation. Hier de straat waar ons hotel stond, ontzettend drukke straat. En de mooie naam. Hier stonden we allemaal klaar met onze spullen. En hier bekeken we hoe we met de metro moesten reizen. Het zat wat ingewikkeld in elkaar, maar snel hadden we het wel door. Ook in de metro was het soms, nou heel soms was het wel aardig stil, maar we hebben ook een keer gehad, zoals hier zat iemand te zingen. Hier eindelijk de Eiffeltoren, veel overgezicht voor het plaatje gezien, maar nu eindelijk in het echt. Er werden ontzettend veel foto's gemaakt en iedereen was toch wel heel benieuwd hoe het nou boven op die Eiffeltoren was. Bij daglicht vonden de meesten wat tegenvallen, omdat je er zoveel over hoort. En daar stonden we weg te roken. Je werd ook simpel van allemaal van die negers die steeds bij je kwamen te zeuren. Zo even niet, hè? Hier het kleine voor was trouwens s'avonds heel gezellig. Er zijn heel veel muzikanten en mensen die wat verkochten en zo. Heel gezellig. Prachtige beelden. En nog eens de Eiffeltoren, ik krijg er geen genoeg van natuurlijk. Het was jammer dat die fonteinen niet aan waren, want dan was het waarschijnlijk mooier geweest. Maar het kwam door het slechte weer. Marleen die close-up, ik vind het erg leuk. Dan hebben we Maurice ook weer. En de rondvaartboten waar we verder niet geweest zijn. En nog eens de Eiffeltoren. En toen moest je zo meteen dus naar boven. Meneer Hennega die zat al helemaal in de stress. Maar ja, niemand wilde beneden blijven, dus hij moest ook. Wat een stakker. Als je vreselijk er al met hem in de lift te zitten, want trok helemaal wit weg. En hier zie je langzaam naar boven gaan. Zo lijkt het trouwens best wel eng. Nu gaan we naar de tweede verdieping, geloof ik. Dat ging met een lift door zo'n poot schuin. En op de tweede verdieping en de eerste verdieping ook waren allemaal restaurantjes en winkeltjes waar je kaarten en andere dingen over de Eiffeltoren kon kopen. Nu is het nog wel aardig licht. Nu kon je ook nog wel foto's maken. We hoefden pas laat beneden te zijn, dus toen het donker was, zijn we weer naar beneden gegaan. Het was ook een beetje heilig, dat was wel jammer, want had je niet het optimale uitzicht. Wat een mooie. En hier eindelijk vanaf twee verdiepingen. Ja, ik denk het ook. Ik kon hier nog het gebouw wat beter zien. Ook konden we van bovenaf hebben we een voetbalwedstrijd kunnen volgen. Daar is het veld. Maar vanaf de top was het nog leuk. Daar is La Défense, geloof ik. Maakt niet uit. Moet toch wat. Hetzelfde uitzicht was het dus. Toen gingen we naar het topje. Dat was een doorzichtige lift. Je kon eens kijken. En dat vond ik graag ook wel wat eng. Nee, dan gaan we het nu helemaal zo wit als een laken. Nou, je ziet hier ook wel dat de lichten al aan waren. Dus het wordt al donkerder. Het was ook al 9:30 bijna. Ja, je denkt natuurlijk nu dat we wel 3 dagen op die Eiffeltoren waren, maar dit is dus allemaal één avond.
Nou, we zijn er vast wel bijna. Helemaal bovenop de Eiffeltoren hebben we nog allemaal vliegtuigjes naar beneden gegooid. En heeft iedereen met potlood de naam op de Eiffeltoren gezet. Dat zal wel niet gemogen hebben, maar dat doet er niet toe. Hier stonden we eindelijk op de top. Je kunt zien dat het hier een stuk hoger is dan op die tweede verdieping. Oh, daar is Lade Fans. Ja, in de Seine natuurlijk. Met zo'n mooie rondvaartboten. Ja, het is hier niet erg druk op de weg, meestal is het drukker. Ja, het is ook al laat natuurlijk. Ja, nou, Jarno is, met Kool. Jarno en Kool. Nou, en dit is dan het Parijs, de lichtstad. Ja, ontzettend mooi is dat langs. Langzaam zag je al de lichtjes aangaan. Vooral de Arc de Triomphe was heel mooi verlicht. Het duurt even voordat hij scherp is, maar dat maakt niet uit. Ja, daar is hij. Nou, dit zegt natuurlijk alles. Prachtig. We worden helemaal dramatisch. Kun je het draadje maar wegvinken? Nou, we moesten alweer bijna naar ons hotel. We mochten nog even lagen zitten. We hebben wat kennis opgedaan. Deze is echt mooi. Draaien, ja. Ja. Zo is die beter. Ja, de volgende dag. Iedereen zat wat slaperig. Nou, Bonnie moet ook weer even in beeld. Ja, dit is vanaf. Nou, Pieter die was zo aardig, die bracht ons overal met de bus heen. André zijn kapsel. In het eerste ging je naar Verlinden. Ja, het was een stuk buiten de stad. We moesten een opdracht doen, iedereen tekende snel even wat. En gingen het winkelcentrum in de terras. Nou, hier hebben we de oertoeristen. Toch anders niet helemaal kwijt. Maar dit is Mar la Flee. Met mooie bouwkens. Ja, uit de Griekse en Romeinse tijd geloof ik. Maar heel vreemd idee dat elke keer mensen naar je huis komen kijken. Dat is ook niet zo. Als je daar woont. Nou, we hadden overal tijd om eventjes voor jezelf rond te kijken. Er werd ook nog aangeraden ergens anders heen te gaan. Heel veel foto's gemaakt ook hier, groepsfoto's. Je ziet het wel, klik, klik, klik. Menno wat te mopperen. Wat is die nooit, joh. Nee, vrolijkheid zelf. Maar het was wel mooi weer, gelukkig. En weer in lag ergens het winkelcentrum. Dat is erg mooi. Met een McDonald's. Hij werd er doodgegooid met de McDonald's, maar dat vonden de meesten niet zo erg. Marlies in positie. Helemaal. Wat dat nou is, dat weet ik niet. Dat schorrimorrie kennen we niet. Deze ook niet. Dit was dus het winkelcentrum. En de McDonald's. Zeker. Nou, dat is een van de weinige roltrappen, want iedereen werd doodziek van de trappen die we daar gelopen hebben. Ja, Edwin met de aanhang. Die gaat veel. En onze JOVD'ers. Ja, die mogen we niet missen op de video. Nee, wat? Ja, hoe zullen we de foto nemen? Jongens, laten we even democratisch stemmen. Ja, oké. Okay. Reken maar. Nou, toch maar niet op een foto. Dit duurt te lang. We gingen weer verder met de bus en onze buschauffeur. De gekke Pieter. We kunnen nu genoeg zeggen. Nee. Nou, we gingen nu geloof ik naar Notre Dame. Ja, hier is die. Saint-Chapelle. We werden verdeeld in twee groepen. De eerste groep ging naar Notre Dame toe en die andere begon met La Chapelle. Dit is La Chapelle. Daar was een ontzettend strenge controle voordat we erin mochten. Alles met de tik.
Ja, de tassen douchen of erin. Met koffie. Maar het was wel mooi. De ramen, vooral bovenin La Chapelle, waren heel erg mooie ramen. Dat was voor de koning en daaronder was voor de onderdanen en de kerk. Notre Dame vond ik wat minder mooi. Het was wel heel groot. Toen wij er waren, was er ook een dienst bezig. Dat was wel leuk. Dit is bij die onderdanen. En dit is een mooie raam. Dat was een lood. Deze was ook veel lichter dan dat. Toen we hiermee klaar waren, had iedereen tijd voor zichzelf om even wat brood te kopen en kaarten te kopen. Want wij zijn kaarten gaan kopen en dat ging wel snel, maar we hebben eeuwen om postzegels moeten wachten. Maar Carlos doet even interessant. Dan hebben we Mirjam. Goed voor discussie. En hier is het Notre Dame. Kleine voor is inderdaad heel gezellig. Veel gezelliger dan de Notre Dame zelf natuurlijk. Ja, t-shirten kon je kopen, kaarten kon je kopen. Ja, je kon zelf zelfstandig even kijken en dat is wel leuk. En weer een opgedaan. Ik denk dat je ook op 0 punt neemt. Nee, hij neemt Edwin. Nou, 0 punt is op de zonde misschien. Nou, de Notre Dame van de zijkant. En van het midden. Het was wel mooi hoe de Notre Dame gebouwd was. Aan de zijkant hadden ze, dat was een soort nieuwe uitvinding. Allemaal van die steunpilaren of zo. En hier zien we een parkje. Het parkje is heel leuk in Parijs. Iedereen leeft daar eigenlijk in die parkjes. Ja, het is echt een grote ontmoetingspunt. Dit is binnenin de Notre Dame. Je ziet al wel hoe donker het is in vergelijking met La Chapelle. Ook hier hele mooie ramen. Ja, dat is zo. De ramen zijn er mooi. Nou, overal langs de kant daar je mensen dingen verkopen. Naar de bekende boekenstalletjes aan de Seine. Ja. En we gingen verder. Maar toen ging ons leven we gaan nu rijden langs het Louvre. Oh. Dus de zijkant van het Louvre. Maar daar gingen we deze dag niet heen, meen ik. Nee, dat was de volgende dag. Hier even een paar beelden. Nou, je ziet wel hoe druk het is. Allemaal bussen met toeristen. Er kwamen ook overal heel veel Nederlanders tegen. En dat is natuurlijk vreselijk, hè? Ja. Van die voetbalfans en zo. Nou, daar heb je hem weer hoor. Oh. Die willen we niet meer zien. Gingen we niet naar de Arc de Triomphe toe? Ja. Ja, ja, we begonnen met de Champs-Élysées. Hier, de Arc de Triomphe. Nou, dat was schitterend. Daarvoor daar was het trouwens ontzettend druk op de weg. We werden aan het begin van de Champs-Élysées afgezet en dan hadden we anderhalf uur om daar. Nou, hier hebben we onze van Coten en de Bie. Geen idee. Nou, even ontschoten. Nou, Dirk, onze Dirk, ik weet het alweer. Sprekend. Allemaal leuke trucjes. Ah, hij eet het brandende lucifers. Dat heb ik onze Dirk nog niet zien doen. Komt nog wel. En sigaretten had hij gewoon. Nou, hier is Champs-Élysées, hier de Arc de Triomphe. We hadden eigenlijk veel te weinig tijd, want anderhalf uur is gewoon veel te weinig. Dus de Arc de Triomphe hebben we in moeten rennen. Ja, zijn eerste renden we ook nog het gat voorbij waar je omhoog kunt. Je kwam ook de Arc de Triomphe omhoog. Dan had je ook een ontzettend mooi uitzicht, maar daar hadden wij geen tijd meer voor, want we waren weer langs een McDonald's gekomen. Een elite McDonald's. Oh, nou ja, ik wel. De Arc de Triomphe van onderen. En daar zien ze meteen het graf van de
zeg even, in Amsterdam? Ja, ik weet van wel. Ja, en daar ligt Michael, onze allerliefste wijken natuurlijk, weer een blikje cola weer te vallen. Maar goed, we hebben het niet veranderd. Zodat hier niet even... van boven, de Champs-Élysées, dat is een mooi genomen. Ja, en dit is het vervolg van de Champs-Élysées. Dan kom je uit bij La Défense. Het Manhattan van Parijs. Ja, dan gaan we rondkijken. Ook daar stond weer een Arc de Triomphe, maar dan in een moderne uitvoering. Bij La Défense, waar we na de Arc de Triomphe heen gingen, moest je trucjes ontdekken van meneer Leijder. Dat was ook een opdracht. Dat is heel precies gezien. Ach jee. Daar heb je even ogen dicht. Nee. Je ziet wel dat Erik helemaal weg was toen hij uit de toren, want... Maar dit is zo'n slijmde dood. Dat is ook niet leuk. Ah, zeker boven op de huid. Nou, daar zijn wij niet geweest. Daar heb je het horen weer met een topje. Nu gaan we verder dus naar La Défense. Je ziet al wel allemaal wolkenkrabbers. Nou, hier zie je ook wel weer hoe druk het op de straat is. Alles rijdt er af en aan. Ontzettend weinig stoplichten, daarom zie je ook zoveel deuken. Nou, en hier zijn we dan bij La Défense. Dit is een van de trucjes van meneer Leijdekker, denk ik. Nou, hier links zie je de mooie waterval. En ook Pieter kwam even langs. We hebben het maar niet meer over onze te gekke Pieter. Ook moest je kunnen zien dat de ramen bovenaan groter werden. Dat was ook voor het perspectief. Ja, de luie donders. Dat is een mooie bus. Ah, hier was iemand even aan het kleien geweest. Nou, daar bovenop de trappen hebben we nog even gepicknickt. Nadat we even bij de supermarkt waren geweest. En daar zat ook een heel groot winkelcentrum, overdekt. Nou, en hier zitten we s'avonds te eten. Het was ontzettend gezellig. Het was in een Joodse wijk. We kregen eerst een slaatje. Maar Ewald vond het geloof ik niet zo geslaagd, want hij zou eten en toen werd zijn bord afgejaagd. Maar Ewald had de hele tijd al zo'n pech, want bij... Och, aas van weer hoor, het zal ook niet zo zijn. En bij het eerste restaurant kreeg Ewald geen glas en de laatste dag werd zijn tas ook nog gejat. Nou, hier zijn we bij Montmartre. Dit is de Sacré-Cœur. Kilometer trappen lopen. Marlies al zwaar gewond. Maar Helen gaat bekijken hoeveel treetjes we nog moeten. Nou, eindelijk boven. Dit was ook ontzettend gezellig. We mochten eerst wat winkelen en voor onszelf wat kijken. En s'avonds hebben we nog... Ja, heb je hem hoor. S'avonds... Oh, dit is binnen in de Sacré-Cœur. Het was wat een donker kerkje. S'avonds hebben we op de trappen gezeten en er zat ook een groep van Noord-Brabanders. Ah, was wel gezellig. We zijn luidstingend teruggegaan naar ons hotel. Ook weer een heleboel... portretten daar getekend, maar als je dat wilde doen moest je het wel eerst even behoorlijk afdingen. Dus ik voel je ontzettend veel. Nou, wie zou dit zijn? Dat zegt genoeg. Nou, moet Marleen laat even zien wat ze getekend heeft. Ik kan over een paar jaar er ook wel gaan zitten bij Montmartre. Ja. Nou, weer een stukje oertoerist. Ik geloof dat dit park maar zo is. Hier moesten we een interview afnemen. We hebben een of ander bankier gedaan, een superjup, maar het is wel geslaagd. Ja, die wisten wel even met de space keken wat ze dan.
Nou, dit is een ontzettend luxe park. En ook hier komen de Fransen telkens bij elkaar. En ook vooral scholieren. Nou, die volgt Karate Kid op over een paar jaar. Maar ook scholieren komen hier ontzettend vaak. Na schooltijd om wat met elkaar te praten. Dat viel ook wel op in de winkels zelf. Maar in het centrum zag je ontzettend weinig jeugd. Nou, wat moet ik er hierover zeggen? Twee oertoeristen. En hier de metro waar we ontzettend veel gebruik van hebben gemaakt. En dat zat heel mooi in elkaar. Als je een kaartje had en je was onder de grond, dan kon je overal komen. Meestal had je niet veel plaats meer om te staan. Of om te zitten bedoel ik. Dan moest je staan. Nou, daar zijn we nu. Het lijkt wel op het Louvre, maar het hele Louvre staat in de stijger. Maar hier hebben we de piramide, maar dat is niet de grote piramide, er is een grotere. Dat is de ingang. Ja, die is hier. Nou, we waren hartstikke moe, dus we zouden hier even op de grond gaan zitten. En kwamen direct allemaal van die securiteit mensen, dat mocht dus niet. Maar het Louvre, het was zo ontzettend groot. We zijn naar de Mona Lisa gelopen. En naar de Venus van Milo en dan mocht je voor jezelf nog wat doen. Maar we hadden het wel snel bekeken, we hebben wat mummies opgezocht geloof ik. En dat is zo. Nou, dit is dus niet de Venus van Milo. Hé, Erik. Deze heeft vleugeltjes. Hier wel weer mooie raampjes. Hier werd hij trouwens ook simpel van al die Chinezen die overal met hun kop vol gingen staan. En ja, daar zit de Mona Lisa achter het glas. Je kunt hem niet... vooral die glimlach, hè? Heel mysterieus. Maar die Chinezen die planten hier overal voor en dan op de foto. Ja, ik ben even verstaan van hoor. Ik moet zo een opdracht doen. Ja. Basta van de oertoeristen. Het zijn toch wel steeds de twee dezelfde. Frans en Iso. Nou, het plafond van het Louvre is ook heel mooi. Nou, ik denk, ja, daar heb ik de Venus van Milo. We moesten zelf nog de armpjes eraan tekenen. Nou, dit is voor meneer Leidekker, geloof ik. En toen waren we weer uit het Louvre. Ontzettend groot. Ik denk dat je wel makkelijk 3 dagen daar rond kunt brengen. Dan heb je nog niet alles gezien. Tja. Zeg er maar niks over. Nou, dit is Museum Rodin. Anseur staat daar. Ik zal Esther even een foto van maken. Meerdere doen dat, dat is een van de bekendste beelden. En dit is de kus. Ja, dat is ook wel duidelijk. Nou, en we zouden even een mooi beeld maken van meneer Leidekker, maar Maurice gaat er weer voor staan. Ook hier schilderijen.
En het park buiten waren ook allemaal beelden. Andere kunstwerken. Dit was dus echt een museumdag. Zucht. Nou, waar gaan we nu naartoe? Dat is toch fijn. Ja, dat is toch fijn.